Zaterdag speelt NEC in het eigen Goffertstadion tegen PSV, dat momenteel op de tweede plek staat in de Eredivisie. Maar voor de Eindhovenaren telt er meer dan alleen de landelijke competitie. En ze hebben 3 dagen later natuurlijk ook een grote wedstrijd tegen Atletico. En maar ik denk niet dat PSV en Philip Cocu ons onderschatten. Ik denk dat ze heel serieus het aannemen hier. Maar wij natuurlijk ook. En wij hebben natuurlijk heel veel respect voor PSV. Convoy heeft al weer een hele fijne voorzet gegeven. Probeer het nog maar eens. Nu leeft er weer een kans op Platje. Het gevaar komt dus ook over de linkerkant bij NEC. De trainer moet zijn opstelling hier en daar veranderen. Ja, we moeten een beetje wat veranderen. Omdat Julian Vaken natuurlijk geel rood gekregen heeft en geschorst is. Zo moeten we een beetje kijken. En dan we denken nog een beetje na welke systeem. Ja, zo 4-2-3-1 kunnen we spelen. We kunnen ook 3-5 man lenen. Daar denken we nog een beetje over na. De laatste aanwinst van NEC is spits Taiwo Awoniyi. Ja, Taiwo heeft het goed gedaan tegen Kleef. In de oefenwedstrijd. Kleef is natuurlijk niet dat niveau van PSV. Is natuurlijk 3-4 weken ook daar. Dat zie je ook. Is al een beetje langer daar als die andere twee linksbacks. Heeft de mogelijkheid. Of hij komt van de bank. Zo, ne? Dat is een spits, kan je ook lekker van de bank brengen. Het ziet er goed uit. Wie die traint en wie die zich voelt en wie we communiceren. En snapt die idee ook van ons nu een beetje beter. Zo heeft hij ook een kans te spelen. Afgelopen weekend hadden de spelers van NEC vrij omdat er interlandvoetbal op de agenda stond. Nou, ik vind het niet zo lekker, moet ik zeggen. Natuurlijk kun je ook zeggen, oké, we hebben ook 2 dagen vrij gegeven. Zo, die spelers zijn ook maar naar Denemarken, Zweden, Frankrijk, Duitsland gereden. Een beetje naar thuis. Je kan een beetje lucht halen. Je kunt een beetje op de geblesseerde spelers ook maar een beetje kijken. En dit en dat, maar ik vind toch competitiewedstrijden. Daarvoor doe je dat. Julian van Haken kreeg een 2e gele kaart in het duel tegen AZ. Die kaart is niet onbesproken gebleven. Dat was niet slim. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dat is een jonge speler, maar daar moet hij echt uit leren. Winst is altijd het hoogste doel, ook tegen PSV. Ja, ik denk iedere wedstrijd gaan we voor de winst. No? Oh, ik denk het is ook niet... een goed idee dat ze alleen tegen PSV zegt, oké, we blijven in de eigen helft en alleen verdedigen. En we moeten ook een beetje aan de bal worden. En niet alleen voor de wedstrijd morgen, ook een beetje voor het proces. Nou, also, we moeten dat ook een beetje oefenen, dat doen we heel vaak in de training. En we kregen natuurlijk ook fasen waar we ook de bal hebben. Maar alleen met 10 man op de doelmanlijn, ja, dat kan ook niet lukken. Zaterdagavond om 19:45 in het Goffertstadion, NEC tegen PSV.